Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Het is tijd voor iets heel nieuws en als het leuk is, doe ik het misschien wel vaker. Ik heb voor het eerst van mijn leven een lootbox gekocht. Een lootbox is meestal van een specifieke franchise, een box waar allemaal goodies in zitten voor een redelijke prijs, zeg maar. Ik heb er al heel veel van Harry Potter ook gezien, die heb ik nog niet gekocht omdat ik die net even wat te duur vond. Maar nu heb ik via de Pokémon YouTuber A-Drive een Pokelootbox gekocht. En ik weet een beetje wat erin zou moeten zitten. Er zitten nog wel een paar verrassingen in. Namelijk, er zit een Pokémon TCG kaartpakje in, wat helemaal random is. En er zit een plusje in die helemaal random is. En er zit een heel vet shirt in. En ik wil jullie gewoon samen met jullie die gaan openen. Een soort pack opening. Kijk, hier is die. Het is Season 2, zoals jullie hier misschien kunnen zien. Kijk, Season 2. Season 1 heb ik niet gedaan. Ik weet eigenlijk ook eerlijk gezegd niet wat erin zat. Maar het wordt tijd om deze box te gaan openen. Dit wordt een ongeknipte video, denk ik. Dus mind me als ik heel even een schaartje pak. Ik ga hem eens eventjes mooi openen. En ik ben benieuwd welk plusje we hebben gekregen. Ik hoop een leuke. Hij gaat nu open, jongens. Nu open. Nice, die wou ik. Het is een Charmander. Oké, nice. Ik heb een Charmander plusje. Super nice. Oké. Wat er nog meer in zit is... een gesleeved. A-Drive personal card. Dus even kijken, even scherp stellen. Ja. Personaliseerde A-Drive card. Met A-Drive op de achterkant. Die is zeker vet. Die is zeer nice. Shiny sparkle met de modding. En om die modding erbij te houden, zit natuurlijk ook dit hele epische shirt in. Ik vind deze echt super nice. De Shiny Mothim shirt. Ik vind dit echt een heel mooi shirt. Ik ben heel erg blij dat ik daarvoor heb gekozen om deze te halen. Ik vind deze echt heel episch. Dus, de Shiny Mothim shirt. Heel vet. Ik zal hem even daar neerleggen. Zo. En dan hebben we als laatst. Als ene laatst. Een coin. Een TCG coin. Even kijken of we een beetje kunnen zien wat het is. Wow. Oh, Serraora. Kijk, een Serraora coin. Best wel een vette coin. En we hebben een pakje Battle Styles. Laten we gaan kijken welke kaarten hierin zitten. Eén, twee, drie, vier. Oh, dat doe ik niet goed. Vier, zo. We beginnen met een Metal Energy. Dan krijgen we een Girder. Een Seedra. Normaal doe ik dit bij pack openings natuurlijk op een andere manier. Hij vindt mijn hoofd heel interessant. Ik ga het even zo doen. Een Cacturn. Een Murkrow. Een Horsea. Een Cherubi. Oh, daar gaat een kaart. Lickitung. Electrobus. Daar gaan nog meer kaarten. Een Reverse Holo Gliscor. En de rare. Een Stoutland V. Kijk, dat is toch een mooi pakje. Goed. Dat was de lootbox. Vinden jullie de lootbox nou ook interessant? Waar je zo'n cool knuffeltje krijgt. En eventueel een... een cool t-shirt. Ik ben echt heel erg blij met dat t-shirt. Kijk dan op de Twitter van A-Drive. Volg hem en dan vertelt hij wanneer season 3 uitkomt. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Bedankt voor het kijken van deze video. Adios, amigos.